We zijn hier vandaag in Leiden bij de Stadsgehoorzaal, waar Thierry Baudet zijn achterban gaat bedanken. Thierry Baudet. Wat een belachelijke opkomst. Die elke keer als ik een porno-site bekijk, volop aan het adverteren zijn daarop. Wat is er aan de hand? Dat is het thema waar ik het vanavond eigenlijk met jullie over wil hebben. Dat is dat we in een hele schizofrene wereld leven. Waarin aan de ene kant in de media en op televisie en in het parlement en in Brussel en in Europese toppen, Malta. Vorige week was ik door een eerste dienstreis naar Malta gegaan. Ik ben me helemaal doodgeschrokken. Men is de hele dag bezig met gekrakeel over alle mogelijke bijzaken. Over alle mogelijke dingen waar dan weer subsidies naartoe moet. Lobby's die overal vandaan komen, die elke keer weer meer concessies vragen, omdat ze anders niet hun steun zullen geven aan de politieke partijen. Maar de grote issues, daar hebben we het niet over. Jullie zijn in ieder geval de Nederlandse partij waar de jongerenbeweging het snelste van groeit. Hoe verklaar je dat? Dat Thierry Baudet terecht staat als een vrouwenhater, maar tegelijkertijd ook met zijn partij de grootste groeiende jongerenpartij is van Nederland. Hoe verklaar je dat? Ik verklaar het door het internet. Ik denk dat heel veel mensen die gewoon op het internet zitten, die weten dat het onzin is. Die kunnen genoeg filmpjes van Thierry zien waarin hij totaal geen vrouwen haat. Die snappen de context. Die laten zich niet meer door een krantenartikel om de tuin leiden. En die kijken gewoon naar wie heeft het meest spannende verhaal. En in die zin snap ik dat Thierry, weet je, hij is pas 34, dat hij misschien meer aanspreekt dan andere politici. Plus zijn boodschap is ook nog eens echt heel anders. Dus ik denk dat jongeren die het volgen, die politiek volgen, die Thierry Baudet volgen, al lang weten dat dit niet waar is. Dus daarom geen probleem. De partij zelf is een onderzoek naar inderdaad die linkse indoctrinatie in het onderwijs. Dus daar hou ik me mee bezig. En ik wil ook volgend jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in mijn woonplaats Amsterdam meedoen. Kan jij een voorbeeld geven van ja, die linkse mensen die zeg maar volgens jou mensen indoctrineren, kun je daar een voorbeeld van geven? Ik heb het over schoolboeken waarin je wordt verteld dat de EU heeft gezorgd voor vrede in Europa. Ik noem maar het op, daar heb ik het niet over dat het een mening is van één iemand in een schoolboek tegenover een andere mening. Daar heb ik het over, het wordt dan als leer gepredikt dat we hebben vrede te danken aan de EU. En dat is niet zo? Dat is niet zo, we hebben vrede te danken eerder aan de NAVO dan aan de EU. Maar wat ik bedoel te zeggen is, het is geen eerlijk verhaal. Het is niet, we laten beide kanten zien van een discussie over de EU of je kan het eens of oneens zijn hiermee. Nee, het is zo. En dat is waar wij tegen zijn. En het onderwijs moet gewoon een instituut worden van leren en niet van overbrengen van ideologie. En dat zien we nu gewoon gebeuren in Nederland en in eigenlijk heel het Westen. Maar je mag toch gewoon zeggen wat er in de geschiedenis gebeurd is, of niet? Tuurlijk mag je zeggen wat in de geschiedenis gebeurd is. Alleen op het moment dat jij zegt, we hebben vrede in Europa te danken aan de EU, dan ben je wel degelijk een debat dat heel complex is en dat heel veel kanten heeft aan het versimpelen. En natuurlijk alleen één kant op. En wij zeggen, laten we daarmee ophouden. Daarom hebben we ook veel verzet tegen de publieke omroep. Omdat die eigenlijk op een andere manier dit ook doen. En wij vinden, ja, dit is niet waar het belastinggeld naartoe moet gaan. Dit mogen mensen natuurlijk altijd privé doen. Het gaat niet om vrijheid van meningsuiting beperken. Het gaat puur om, waar betaal je belastinggeld voor en hoe wordt jouw kind geschoold? Theo Hiddema had het net over Thierry Baudet in een tank met een naakt wijf naast hem. Hoe denk je daarover? Zeggen dat ik gewoon heel jaloers ben op Thierry als dit hem overkomt. Goeiedag meneer, u was net op de avond van Thierry Baudet. Ja, dat klopt. Wat vond u ervan? Het was een bijzondere avond, veel dingen gehoord, veel dingen waar wel vragen bij gesteld moeten worden. Wel een interessante avond, goed dat hij bezig is, goed voor onze politieke onafhankelijkheid. Maar het verhaal is volgens mij niet het hele verhaal. Nou, wij hebben mogen filmen. Wij hebben net gefilmd binnen. En dat ging de hele avond. Mochten wij gewoon filmen. En opeens zeiden ze dat er niet gefilmd mocht worden binnen. Hoe denkt u erover? Ja, ik vind dat bizar. Het Forum voor Democratie dat propageert een vrije partij te zijn. Hè, los van het partijkartel. Wij staan voor die vrijheid. Dat zeggen ze de hele tijd. Maar als puntje bij paaltje komt,
dan blijkt het dus kennelijk dat jullie niet eens toegestaan zijn om te filmen op zo'n bijeenkomst. In het kader van dat niet veilig is, met veiligheidsredenen. Nou ja, volgens mij sta je hier gewoon met je camera aan, probeer je leuk wat mensen te filmen. En is daar geen enkele veiligheidsdreiging die daarbij in gevaar komt? Hoe zou het komen, denkt u? Dat Forum voor Democratie heeft de mond vol van vrijheid van meningsuiting. Ze hebben de mond vol van vrijheid en dan mogen wij niet filmen. Vindt u dat niet raar? Dat vind ik heel raar. Ze zeggen heel veel tegen andere verenigingen. Wij zijn groter, wij staan voor dat echte geluid. Nou, als ik kijk naar mijn eigen vereniging, de JOVD, een vereniging voor vrijheid. En daar willen we heel graag dat mensen filmen. Dus ik vind het juist gek, een partij die opkomt, die dan niet in de media wil komen voor een onschuldig iemand die films op YouTube wil zetten. Dat vind ik gek. Is het ook niet opvallend dat Thierry Baudet vorige keer in Delft had hij een klacht dat de NOS hem zou negeren? De bestaande media die zouden hem geen aandacht geven. Hoe verklaart u dat? Is dit misschien niet de reden waarom ze de bestaande media geen aandacht kunnen geven? Nou, op het moment als meneer Baudet zo omgaat met de bestaande media zoals hij met jullie omgaat, dan snap ik dat de NOS hem zou negeren. Maar verder weet ik ook niks van die aantijgingen van zijn kant.